Wat heb jij? Ik heb een taartje voor je meegenomen. Want er is iemand jarig vandaag. Oh, heerlijk. Die blief ik graag. Marleen, dankjewel. Van harte. Gefeliciteerd. Welk rondje zullen we doen? Welk rondje doe jij eigenlijk? Ja, nee, hallo. We doen 63. Rondje 63. En zou toch verklappen. Nog een paar rondjes erbij en dan heb je mee. Nog iets anders dat ik van de heer Wilders gekregen heb de afgelopen dagen. Uiteindelijk hoeven we niet met elkaar te trouwen. Geweldig. Leuk dat jullie vorige week even bij die Kim Putters waren. Is leuk, hè? Ja, nou, ik kon het niet helemaal volgen, maar ja, het was leuk om erbij te zijn. Marleen heeft het uitgelegd wat hij allemaal verteld had. Hè. Had jij niet verwacht dat Putters door zou gaan? Ja, hadden we wel gedacht, ja. Ja, dat had ik ook gedacht. Maar er komen twee nieuwe. Voorzitter, ik wil ook alvast verklappen dat wij ook twee nieuwe informateurs hebben gevonden. Er komen twee nieuwe, ik mag het misschien niet zeggen, onbekende grootheden. Richard van Zwol en Albert Dijkgraaf. Ja, nooit van. Ja. We gaan er later even wat meer wij over kennen ze wel. Wij kennen ze wel. Die moeten nu over de inhoud gaan praten. Ja. En als je het hebt over die inhoud... Ja, jij lonkt al naar de camera. Ik lonk naar de camera. Je wil iets gaan doen met graphics. Nou ja, dan vraag je toch af, waar hebben ze het dan over? Dan gaat het over deze 10 thema's in ieder geval. Welke dan? Laten we ze eens alle 10 noemen. Kijk of je ze weet. Kijk hoe ver we komen. Ja, of je ze uit je hoofd weet. Oké. Okay. Zorg, wonen, financiën, rechtsstatelijkheid. Buitenlandse politiek. Buitenlandse politiek. Goed bestuur. Bestuur. Stikstof. Landbouw. Stikstof. Dat is 1. Dat is 1. Visserij zat erbij. Ja. Hoeveel maar zitten we dan nu? 7. Nee. Ja, we zijn 3. Migratie. Tuurlijk. 8. Volgens mij zijn we verder dan 8. De tellen gaan niet goed. Het gaat wel goed, ik weet het zeker. Ik ben wel oud, maar ik ben nog niet dement. Hè? Ik vind het irritant dat we er niet aan 10 komen. Zullen we het nog een keer proberen? Ja. Nog een keer, kom op. Financiën. Goed bestuur. 2. Migratie. 3. Rechtsstaat. 4. Wonen. 5. Zorg. Buitenlandse 6. Politiek. 7. Stikstof. 8. Daar blijven we net ook hangen. Internationale politiek. Vestigingsklimaat? Ja, dat hoort bij internationale politiek. Weet je zeker? Ja. Bestaanszekerheid? Bestaanszekerheid. Koopkracht, ja. Ja, wat is erbij? Ja, koopkracht. 9. Veiligheid of zo? Zo, gaan veiligheid. We er toch op zoeken. Ja. Oh, veiligheid, ja. 10. 10. Wie het weg is het gezien. Volle kaart. Oké, kom. Hop. Gaan we naar boven? Ja. Oké. Ja, dag mevrouw. Hallo. Ja. Gisteren dus debat, hè, Gerry? Ja, ik heb het niet gevolgd. Ik had privé dingen te doen. Het begon natuurlijk met Wilders. En daar gebeurde wel iets opvallends, hè Wil? Ja, we weten natuurlijk dat Wilders de laatste tijd veel dingen in de ijskast of in de vrieskist heeft gedaan. Islamstandpunt, Oekraïne-standpunt. Zijn premierschap vorige week nog. Ja. Dus echt wel... dingen weggegeven om aan die onderhandelingstafel echt wat te kunnen bereiken. Ik dacht al een tijdje van, we krijgen natuurlijk het moment dat Wilders wel met zijn vuist op tafel gaat slaan. Jij dacht het? Je hebt dat vingerspitsen. Kijk, dat is toch die politieke analist in me. Ik dacht, hij moet toch een keer, nu is het genoeg. Ik ga onderhandelen. Ja, heel goed, ja. En dat moment was, dat kondigde hij gisteren aan. Hoe deed hij dat? Zo. Ja, in het debat. De tijd dat we alles weg zouden gaan geven is voorbij. We gaan hard onderhandelen, maar dat zullen alle partijen aan tafel doen. En vertrouw er ook op dat er een kabinet komt, maar alleen maar als ik onze kiezer kan leveren een groot deel van wat ik heb beloofd. Keihard onderhandelen, maar waarover? Hij heeft alles al weggegeven. Nou, dat gaat vooral over asiel en migratie. En hij noemde gisteren ook al een voorbeeldje van wat voor maatregelen je dan aan moet denken. 75% minder niet-Westen allochtonen, immigranten, noem maar op, wat je ook kan verzinnen. Kijk, Wilders is op zich heel overzichtelijk aan bezig sinds de verkiezingen. Hij geeft allerlei punten op waarvan hij denkt, kan mijn achterban wel leiden. Het premierschap heeft hij opgegeven, omdat hij zelf... Het eigenlijk ook wel prima vindt zo, denk ik. En nu komt het moment dat hij op emigratie en op de portemonnee voor zijn kiezers, dat hij daar echt wat moet gaan bereiken. En echt wel duidelijk moet maken, ik ben de grootste geworden en dit heb ik daar binnen gesleept.
Maar ja, dan wordt het wel ingewikkeld voor die anderen. Maar dus ja, wel die kiezers, overigens, Nieuwsuur was gisteren in Venlo. En daar hoorde je dat ook van, dat geluid heel erg, van die kiezers. Van ja, zijn we klaar met die ijskast van Wilders? Hij heeft veel dingen wat hij wil doen. En wat hij gezegd heeft. En dan vind ik wel dat hij een beetje na moet komen. Dus je bent een beetje teleurgesteld in Wilders? Ja, zeker, zeker. Ik wel, ja. Ik wel. Eigenlijk ook genoeg geweest. Ja, terwijl ik zeg hier in de carnavalsoptocht liepen ze mee met een grote koelkast. Dan wilden ze een grote koelkast moest hebben om zijn ideeën er allemaal in te douwen. En ja, het is eigenlijk niet de bedoeling. Wat mij verder opviel in het debat is dat, kijk, Van Wilders kent iedereen dat verhaal, hard op migratie. Maar dat vooral Jezus en Omtzigt de hele tijd werden aangevallen omdat ze een regering met Wilders mogelijk maken. Polarisatiepolitiek. Die maken we hiermee mainstream. Het is een feit dat dit land heeft gekozen voor een centrumrechtse koers. Het is een feit dat we de zetels toebedeeld hebben gekregen zoals het is. Meerdere kabinetten waar ik steun aan verleend heb, waar ik niet met veel trots op terugkijk. En laat ik zo zeggen, het ene laatste kabinet Rutte is er daar eentje van. Want kijk, Omtzigt heeft natuurlijk voor de verkiezingen best wel duidelijk gezegd van ik ga niet met Geert Wilders, want zijn idee... Zijn niet rechtsstatelijk, zei hij ja, altijd. Kan ik niet mee regeren. En nu zijn we een paar stapjes verder. Ja. En nu zegt hij... Is die rechtsstaat gewaarborgd? Ja, met de afspraken die wij gemaakt hebben en met het feit dat we daar ook elke dag zelf bij zitten, zijn die gewaarborgd. Oké, okay, kom, we gaan naar binnen, want straks missen we ze. Gaan we door het lijkt of het steeds ingewikkelder wordt. Of het per week ingewikkelder wordt. Daar gaan we. Op weg naar de parkeergarage. Het heeft wel iets van een middelbare school gebouwd, toch? Het heeft iets van een middelbare school. Die trappen. Kijk uit, hè. Moet je niet lekker. Het is alsof je van de Nederlandse les naar de scheikunde gaat. Kijk, de veiligers staan al klaar. We moeten hier een beetje blijven hangen, denk ik. Met wie gaan we... Ze gaan allemaal niks zeggen, dat weet je nu al. Ja. Nee, maar dat zeg ik net. Ik vind het dus eigenlijk per week ingewikkelder worden. Ja. Ik vond eigenlijk het debat wel best inzichtelijk. Waarom? Nou, ik kreeg iets meer een idee van, oké, het gaat nog best wel gedetailleerd worden. Het werd mij ook duidelijk dat er komt gewoon... Hun ambitie is om de komende 8 weken wel met een soort van tabel te komen. Met financiën erin van, oké, we willen zo en zoveel meer uitgeven in de zorg. We willen zo en zoveel minder uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Iemand zegt, er moet wel iets of iets niet met de NPO gebeuren. Dan staat dat in het hoofdlijnakkoord. En als er een grote wijziging in het eigen risico plaatsvindt, zal dat in het hoofdlijnakkoord staan. Dat lijkt me helder. Het hoofdlijnakkoord is niet één kantje. Ik bedoel, kom op. En eerst was ik in de veronderstelling dat ze dat niet gingen doen. Maar dat is gewoon zoals er normaal ook onderhandeld wordt. Ja, dat in het debat werd iets meer duidelijk hoe we dat nou moeten gaan zien, wat ze precies gaan bespreken de komende 8 weken. Dus eerst zeiden ze, het moet op hoofdlijnen. Ja, echt hoofdlijnen, want dan wordt het anders dan we in het verleden hebben gehad. Ja. Dan wordt het extra parlementair, dan wordt het een programmakabinet. En ik dacht, ja, laten we ze die kans geven. Hè, misschien wordt het wel echt heel anders. Ja. Behalve dan dat de fractievoorzitters in de Kamer blijven. Maar tijdens dit debat dacht ik, ze gaan toch gewoon alles tot in detail afspreken. Ja, maar is het een gewoon kabinet, toch? Nou, maar het verschil is denk ik, ze gaan dus zeggen van oké, we gaan zo en zo veel meer uitgeven in de zorg en dan de ijzerrisico. Maar ze gaan dan niet alle details van hoe dat dan precies moet, hoe dat moet worden uitgegeven, dat gaan ze niet opschrijven. Maar dat is ook wel een beetje in een gewone regeerakkoord. Maar het vorige regeerakkoord staat dan ook bijvoorbeeld in, de sigarettenprijs gaat omhoog met zo en zoveel. De tabaksaccijns gaat omhoog met zo en zoveel. Dat staat soms in de regeerakkoord. Iets dunner dan... En dat gaan ze dus niet opschrijven. Ja. En wat vonden jullie van die discussie over hoe dat kabinet dan gaat heten? Een extra parlementair programkabinet. Het programkabinet. Programkabinet. Dat programkabinet. Dit wordt gewoon het kabinet Wilders 1. Die programkabinet heet echt een andere vorm van de regering. Doorsnee, traditioneel, meerderheidskabinet. Voor een meerderheidskabinet. Ah, je bent gewoon in een meerderheidskabinet gestapt. Het programkabinet is een speciale vorm van het extra parlementair kabinet. Toch een woordspelletje. Nee, ik hoorde dat dat alleen maar bedoeld is om een beetje te verbergen dat het toch een gewoon kabinet is. Ja, dat zegt natuurlijk. En daarom vinden de toekomstige oppositie het natuurlijk belangrijk. Omdat die zeggen, kijk, Pieter Omtzigt en Dylan Jezogus, die maken eigenlijk een gewoon kabinet met Wilders mogelijk. Ja, alle oppositie verenigd. Ze hebben net een debat afgelopen of zo. Of een stemming zelfs. Kijk, daar is mevrouw van der Plas. Ik ken er bijna geen eentje van. Even van der Plas. Ja. Mevrouw van der Plas, mogen we u kort vragen? Hey, kort hoi. Vragen. Over het debat, u kreeg niet zo heel veel interrupties gisteren, hè? Nee, dat is heel mooi, want dan kan ik mijn bijdrage als één geheel...
op onze socials zetten, dus komt de boodschap beter over. De socials, daar gaat het over. Dan ben je ook een beetje positieve blik. Het gaat niet alleen om de socials, maar dat, kijk, we hebben geen grip op de media, zoals jullie. Maar wel grip op onze eigen media, dus daar maak je natuurlijk wel gebruik van. Nee, maar ik ben dus de buitenstaander hier van de club. Vertelt u mij nou eens, hoeveel verder zijn we dan nu, hoeveel verder dan 22 november? Nou ja, 22 november gingen mensen naar de stembus. Dus toen waren we helemaal nog nergens. Nou, zou ik zeggen, hoeveel verder dan 23 november? Nou, we hebben aardig wat gesprekken gehad. En kijk, we hebben niet onderhandeld over de inhoud, maar we hebben het wel over de inhoud gesproken. En die draait, die pakken we dan gewoon weer op. We gaan niet nu helemaal het wiel uitvinden of zo. Kent u die twee nieuwe informateurs al een beetje? Elbert ken ik heel goed. Toen zat ik nog niet in de politiek, maar hij was landbouwwoordvoerder. Dus als landbouwjournalist had ik altijd wel veel contact met hem. Richard van Zwol ken ik persoonlijk wat minder goed. Maar is wel een goede vent. En heeft u er vertrouwen in dat het echt alleen op hoofdlijnen gaat? Dat ligt eraan. Het streven is wel. Kijk, wij hebben altijd gezegd dat wij een regieakkoord willen. En dat is dus precies wat wij willen, een hoofdlijnenakkoord. Ja, het zou kunnen dat je op de wat ingewikkelde onderwerpen ook wat meer details wilt. Maar dat... Zoals stikstof. Ja, dat weet ik niet. Kijk, als ik daar snel op hoofdlijnen uitkom en ik heb wel de zekerheid dat we elkaar daar niet helemaal kapot gaan vechten in debatten, dan hoeft dat wat mij betreft niet. De komende weken. Succes. Ja, jullie ook veel succes. Wanneer verwacht u nou, realistisch gezien, dat er een nieuwe ploeg zit? Ja, ik heb steeds gezegd, ik hoop voor de zomer. Dat is ook mijn inzet. Komt helemaal goed. Kunt u één ding beloven, dat u af en toe een grapje maakt aan tafel? Denk dat de sfeer dat nodig heeft. Ja. Ja. Ik ben wel van de even leuke grapjes. Even af en toe het ijs breken. Zeker, ja. Okay. Is goed, ik zal ze opschrijven voor jullie. Ja. Meneer Omtzigt. Dan meneer Omtzigt. Nou, gaat nu echt beginnen? Oh. Ik wil niet meer met de pers praten. Niet elke keer. Ik vind het heel vervelend dat u vier keer per dag tegen dit soort oploopjes van journalisten aanloopt. Ja, ik zou dat graag tot één keer per dag. Dat zou ik wel prettig vinden. Wat is er dan zo vervelend aan? Dit is precies wat u hier nu doet. U zult straks de stukjes eruit knippen waar u met z'n allen de vragen door elkaar stelt. Ongecontroleerd. Ik sta hier met 10 mensen om mij heen. Maar dan wel over die... Meneer Omtzigt. Meneer Omtzigt. Precies steek gaat u nu zeggen. Precies dit. Nee, dat heeft u wel best wel duidelijk aangegeven nu. Hè? Daar maakt u wel een ding van. Hij wil liever één keer... Oh, meneer Stoffer. Meneer Stoffer, vindt u het goed dat meneer Dijkgraaf informateur is geworden? Ik vind het een hele verstandige keuze. Ja? Ja. Want die kan dat wel. Wat maar is dat nou weten we pas achteraf natuurlijk. Maar ja. Ik wilde het waarschijnlijk ook nog gevraagd hebben. Maar u kent hem, wat zijn sterke punten dan? Nou, hij kan goed onderhandelen. Het is een snelle denker en hij weet mensen bij elkaar te krijgen. Ja, en kan dat ook iets voor uw partij betekenen? Dat er iemand zit die lid is van uw partij als informateur? Dat hij denkt van, oh, dan zetten we er iets leuks in voor de SGP. Nou, ik denk dat hij het proces begeleidt. Ja. Dus dat hoeft niet. Maar ik heb gisteren onze punten gemarkeerd die voor ons van belang zijn. En als ze daar rekening mee houden, hebben ze ons een hele constructieve partij. Okay. Maar zeg, hoe gaat dat dan? Belt hij u dan op en zegt hij, ik ben gevraagd door de informateur, wat vind je? Ik wist het gisteren ook pas toen het vermeld werd in de zaal. Wat raar zeg. Nou, op zich niet. Ik bedoel, dat geeft ook aan dat het gewoon een zuivere procedure is. Maar ik moest er wel even 5 minuten aan wennen. Ja. En toen kan ik maar gewend. Wat dacht u eerst dan? Ja, waarom wist ik dat niet, hè? Ja. Ja, de eerste 5 minuten. En toen dacht ik van... Maar zou ik nu, als je het geweten had, een minuut eerder een goede keuze vonden? Jazeker. Ja. Oké, dank u wel. Ik wens jullie een hele fijne middag. Insgelijks. Ik ga weer aan de billboard werken. Ja, heel goed. Zijn ze nu allemaal binnen? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat Jessopus via de achteringang is gegaan. Wat, die van Zwol? Ja. Dat is een typische man, hè? Oh, ja. Ja. Vind je nog goed qua licht? Kijk, dit zijn alle collega's. Die staan achter het touwtje, want daar interviewen we ze. Ja, maar wij hebben al gehoord dat ze toch niks gaan zeggen. Nee, ze zeggen bij de binnenkomst natuurlijk niks. Maar sowieso worden deze 8 weken voor ons natuurlijk niet superleuk. Want ze gaan niks zeggen. Ze gaan op de inhoud en als ze daar een beetje... Zolang het goed gaat, zeggen ze niks. Nee. Lekt er ook niks. Nee, als het goed gaat, wordt er ook niks gelekt. Als er gelekt gaat worden, is dat meestal een slecht teken. Dan ergeren ze zich aan elkaar en dan heeft er kennelijk één iemand belang bij het lekken. Maar nu gaan ze daar dus binnen voor het eerst. En zitten ze met 4 en die 2 nieuwe informateurs. Ja, die 2 nieuwe informateurs, ja. En, ja, je mag niet op het uiterlijk afgaan, maar ja, men zegt wel, de jeugd heeft de toekomst en...
Dat was niet mijn eerste gedachte toen ik ze zag. Nee. Maar ik laat me graag verrassen. En weer twee mannen, zeiden ook. Zeiden maar ook veel is heel veel ervaring. Ze hebben heel veel rapporten geschreven. En zijn heel bestuurlijk heel ervaren, econoom. Heel even die Richard van Zwol. Dat viel me meteen op. Want ik dacht aan een tijdje terug. Hebben we in Rondje Binnenhof ook over gehad. Klinkt heel saai, maar de Staatscommissie Demografie. Ja, dat ging over. Het is een heel dik boek. Heel interessant. Dat gaat over wat gebeurt er demografisch met Nederland in 2050. Hoe wordt de bevolking, bevolkingssamenstelling? Ja, de bevolkingsgroei gaat te snel. En hoe krijgen we grip op migratie? Ja, en daarna zeggen ze eigenlijk als er nu niks gebeurt en als de migratieregels zo blijven zoals het is, dan is het niet meer houdbaar voor de Nederlandse samenleving. De zorg, het onderwijs, de woningmarkt, dat kan niet meer. Dus je moet er op een of andere manier sturing aan geven. Ik denk dat daar Jess ook eens aankomt. Mevrouw Jezus. Nou. Heel veel sterkte, we vragen niks, want u geeft toch geen antwoord. Nee. Ja. Ze zegt ze daar iets of niet? Oh, ze loopt ook meteen langs. Die commissie demografie, daar waren we gebleven. Die Richard van Zwol was dus de voorzitter van dat rapport, van het onderzoekscommissie, van die onderzoekscommissie. Die daar echt anderhalf jaar onderzoek naar heeft gedaan. Van wat voor maatregelen kan je nou nemen om die migratie te sturen? Ja, en dan niet alleen asiel, maar ook arbeidsmigratie, alles. Studenten. Zo'n dik boek. En dan zeggen ze, nou, dit is er mogelijk, dit kan wettelijk niet, dit heeft wel zin, dit heeft geen zin. En wat ze zeggen is eigenlijk, migratie is een beetje nodig in Nederland, maar moet sterk worden ingedampt. Dat is natuurlijk iets wat deze vier partijen ook verbindt, het onderwerp migratie en hoe gaan we het aanpakken. Dat zij hem nu hebben gekozen als informateur, volgens mij moeten we gewoon dat boek, kan je er gewoon lichter op tafel. Sterker nog, Omtzigt heeft gisteren in die plenaire zaal dat boek pontificaal meegenomen en op zijn bureautje gelegd. Dat is gewoon de leidraad van zo'n nieuw kabinet. Dit gaan ze ongeveer doen. Hier gaan ze uit het boek gaan ze gewoon wat dingen, wat maatregelen halen om migratie in te perken. En het voordeel voor de andere partijen dan de PVV is dus dat hij heel breed gekeken heeft naar migratie en niet alleen maar naar asielzoekers. Precies. Waardoor het voor de anderen ook draaglijk zou kunnen worden. Nou, die Richard van Zwol was dus de voorzitter van die commissie. En die had een tijdje geleden hier in Nieuwsport een persconferentie waarin hij eigenlijk die conclusies van dat hele dikke rapport samenvatte. Ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel van gehoord. Jawel, dat was een heel groot openbaar. Maar Leen had er verslag over gemaakt. Weet je heeft niet er meer? Nog over geduid. Heb ik zeker weer niet opgelet. Ja. Misschien was er voetbal op het andere net. Ja, dat is. En Dijkgraaf, die kennen we dus als SGP-Kamerlid. Dat was die 8 jaar tot aan 2018, geloof ik. En die van Zwol, die is eigenlijk onbekend voor het grote publiek. Maar in Den Haag is die echt een hele grote meneer. Hij is de hoogste ambtenaar geweest van premier Balkenende, van premier Rutte ook nog een tijdje. Ja. En het is een CDA. En daaruit kent hij Pieter Omtzigt ook goed. Vaak bij hem thuis geweest in die tijd dat het moeilijk ging bij het CDA en zo. Dus daar zit ook iets van vertrouwen. Jongens, dus ik wil nog heel even naar de dieren. Vind je dat goed? Dat we daar nog de even dieren? Hebben? Lichaam? Oh, welke dieren? Oké. Okay. 1, 2, 3. Jeetje, dit was een slappe. We gaan op avontuur. Die was beter. We zijn even bij de gang van de dieren en... De Partij voor de Dieren. En BBB. Ja. Heb jij met iemand afgesproken? Nee, ik dacht even kijken. Oh, even kijken. Misschien moet je even vragen. Is het? Esther, is hij niet? Nou, voor deze gang was het een beetje een teleurstellende week. Kan je wel stellen? Ja. De dierenwet. Die niet is aangenomen, maar die ze heel erg voor hebben. Ja, hun... dat is eigenlijk het ding wat ze ooit bereikt hadden. 3 jaar geleden, de dierenwet, zodat dieren in de bio-industrie meer ruimte krijgen. Soms zeggen mensen wel eens, ik kan wel janken, maar het was eigenlijk letterlijk het geval. Wat ik niet snap, is de wet nu weer geschrapt? Of was die tot nu toe nooit aangenomen? Want je zegt, er was al een meerderheid voor een paar jaar geleden. Hij was aangenomen en toen is de minister het gaan uitwerken. Die kwam met een afgezwakt voorstel en daar is nu een meerderheid voor. En de Partij voor de Dieren zijn boos dat de minister het zo afgezwakt heeft. Is het heel erg afgezwakt? Ja. En want de boeren zeggen eigenlijk dat het niet uit kan financieel om die dieren zoveel meer ruimte te geven. Dan zegt bijvoorbeeld Caroline van der Plas, dan kunnen alle boeren in Nederland wel de tent sluiten. Want het betekent gewoon voor heel veel ondernemers zou dat gewoon einde veehouderij betekenen. Dat is gewoon einde leven, einde werk.
En BBB zit nu aan tafel met de PVV. Dus ja, zegt Wilders, dat speelt zeker een rol. Eerlijk is eerlijk dat we ook dadelijk aan tafel zitten met een partij die hier anders over denkt. En dat moet je ook, daar moet je ook rekening mee houden. Ja, de PVV was natuurlijk altijd een partij die heel diervriendelijk was. Want die hebben Dion Graus. Met de dierenpolitie, weet ik wel. Ja, en die mocht daar altijd het beleid bepalen en die trok op samen met de Partij voor de Dieren. Alleen Dion Graus heeft nog met de Partij voor de Dieren mee mogen stemmen, want het was een hoofdelijke stemming. Je vraagt je toch af wat er met het land zou gebeuren als alle koeien, kippen en varkens zouden mogen stemmen? Hè? Ja, dan hadden wij, mensen niks meer te zeggen. Timmermans. Hallo. Goedemiddag. Hoe vond u het debat gisteren, meneer Timmermans? Voorspelbaar. Voorspelbaar, ja. We zagen toch wel een bepaalde irritatie tussen u en de heer Wilders, die eigenlijk meer is dan alleen voor de politiek, die er echt is, zeg maar. Klopt mijn analyse zover, meneer Wilders? Ja, volgens mij, ik doe niet mee aan quizspelletjes. Oké. Dus als u een betoog wil houden, prima. Als u mij 5 vragen stelt, krijgt u geen antwoord. Ja. Nou, rustig, joh. Rustig, joh. Ik stel gewoon een rustige vraag. Ik geef gewoon een rustig antwoord. Oh ja, vind je dat? Zeker. Oké. Jammer, hè? Goed. Nee, hoor. Gelukkig, wat rechtop blijft staan, is dat u nooit minister-president zal worden. Voorzitter, en gelukkig gaat de heer Wilders daar niet over. Dat heb je wel eens als je ooit vrienden bent geweest en je staat dan ineens heel ver van elkaar af politiek. Want u bent ooit vrienden geweest? We zijn samen in de Kamer gekomen, samen veel gereisd, samen veel gelachen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Is dat zo? Ja. En wanneer is het misgegaan dan? Hij wordt heel gauw heel persoonlijk. Ja. En dan ga je natuurlijk ook persoonlijke verhoudingen belasten als je dat doet. Hij is heel knap hoe hij dat doet. Als je daarvan houdt. Hij kan heel erg zijn persoonlijkheid voor de schermen scheiden van zijn persoonlijkheid achter de schermen. Daar ben ik nou juist heel slecht in. Dat speelt ook wel eens in mijn nadeel. Maar dat ik vond jullie zijn wel een beetje gaan. Ik begon hem ineens te tutoyeren. Ik dacht, nou, omdat ik hem al zo lang ken. Maar er gaat dus ook bij u van binnen iets. Ja. Echte irritaties eigenlijk. Dus, ja. Dat heeft met die. Ja, met dat maar van u was dus echt vrienden? Is dat echt? Ja, ik vond, we hadden hele vriendschap. Hij is geen boezemvriend geweest. Nee, maar goed, uit eten, maar wel, verjaardagen? Koffie drinken samen, reizen. Feliciteert u elkaar nog op verjaardagen? Nee. Nee, maar ik ben überhaupt niet zo goed van verjaardagen. Okay. Dank u dat we even u mocht overvallen. Oké, tot ziens. Oké. We hebben een actie nog. Wat een actie. Zullen wij een taartje even? Ja, gaan we de taart aansnijden? Ik ben aan toe. En wanneer zijn we er weer? Over 2 weken. Ja. We ronden af. En dank jullie wel voor het kijken. We lopen weg. Doei. We nemen jullie lift. Doei. Tot over 2 weken. Hier, deze lift 4.